En de stichting SuAid is vanmorgen officieel van start gegaan met het inzamelen voor de Nierstichting Suriname. In het voortraject heeft SuAid al meer dan 500.000 SRD kunnen ophalen voor de Nierstichting. Volgens Sydney Grunberg, penningmeester van Stichting SuAid, is het voor het eerst sinds de organisatie inzamelt dat er voor de officiële startdatum zo'n groot bedrag is opgehaald. Hij stelt het op prijs dat de Surinaamse samenleving, ongeacht hoe klein of groot het bedrag is, toch bereid was te doneren. Er is heel wat geld al opgehaald. We zijn nog nooit gestart met zoveel geld al in de pot voor een bepaalde campagne. Dus we zijn heel erg trots. We zijn blij dat Suriname op zoveel manieren al heeft gedoneerd. De traveling box die is geweest bij influencers, mensen die hebben ge-sms'd, bedrijven en personen die zelf al hebben overgemaakt. Dus we zijn echt, echt heel erg happy met het geld dat is opgehaald. En daarom hebben we het doel een beetje aangescherpt. We willen graag 2,5 miljoen op 21 december voor de uitbreiding en renovatie van het Nierdialysecentrum. En daar gaat het om. Wat ons heeft gedreven, het Nierdialysecentrum heeft contact met ons gemaakt. Toeval bestaat niet, meestal kiezen wij een doel. Maar de dames en heren van de Nierstichting waren een dagje bij ons op de stoep, om het even oneerbiedig te zeggen. En we hebben naar ze geluisterd en we hebben gekozen voor een rondleiding. Nou, toen we van het Nierdialysecentrum kwamen, waren we stil, maar tegelijkertijd wisten we allemaal dat we de campagne dit jaar weer zouden opstarten. En we zijn blij dat we dat hebben gedaan. Volgens Flip de Vries, een van de oudste bestuursleden van de Nierstichting, doet deze inzameling hem goed. Het gebouw van de stichting staat er sinds 1977 en kan nu een optimale opknapbeurt krijgen. Volgens Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting, is hij dankbaar voor de eerste 500.000 SRD. Maar het streefbedrag is nog lang niet gehaald. Nou, geweldig dat de stichting moeite doet geld te verzamelen om de uitbreidingsmogelijkheden en de verbetering van het dierenartscentrum te helpen financieren. Daarvoor is deze actie. We hebben in ons voortraject vanaf 1 november hebben we wat gelden opgehaald, ongeveer 550.000 SRD. Maar we hebben een target van 2,5 miljoen. Dus wat ik zeg is, mensen, ik doe een beroep op u. Doneer. Doneer. 1919 kunt u met sms'en kunt u doneren. U kunt langskomen vanaf vandaag tot en met 21 december om te doneren in de box. Zondag gaan we een evenement hebben, een burger en een cocktail verkoop, een drive-thru. Dus er zijn een heleboel manieren waarop nog gedoneerd kan worden. Stichting SuAid mikt op een bedrag van 2,5 miljoen SRD om het gebouw van de Nierstichting Suriname te kunnen renoveren. Suriname kan vanaf vandaag doneren in de box bij Radio 10 tot en met 21 december 2021. De komende dagen zijn er ook extra activiteiten in de planning.